kijkers, en super dat jullie kijken naar een gloednieuwe unboxing op dit kanaal. Mijn naam is Rune. We hebben hier vandaag weer een hele vette Nike schoen. Zelfs een Nike Orange Label schoen. Vergeet alvast niet te abonneren als je mijn video's leuk vindt. Want we zitten bijna op 1190 abonnees. Let's go! Ik zei dus al dat het een Nike Orange Label was. En wat is een Orange Label nu precies? Orange Label is een label onder het Nike. Onder Nike. En die maken eigenlijk schoenen dat dan hogere kwaliteitsmaterialen zijn. Zoals deze dus. Dus we gaan hem eens openmaken zeker. Dit is het aankoopbewijsje. Ik heb hem kunnen kopen via Lockwood en Avenue. Eigenlijk was hem bij Lockwood, maar Lockwood en Avenue is één winkel. Lockwood is trouwens ook de centrale skateshop hier in Antwerpen. Dus heb je iets nodig, ga dan zeker naar Lockwood. Hun Instagram staat hieronder ook zeker in de beschrijving. Als je de doos dan openmaakt, heb je oranje papier in plaats van gewoon wit papier, omdat dit ook een Orange Label is. Daarna heb je ook weer gewoon het witte papier, dus eigenlijk dubbel papier. En ik heb hem hier nu in mijn handen. En de schoen waar ik jullie vandaag meer over ga laten zien, is de Nike SB Dunk High Sharky, oftewel de Nike SB High Oski, want hij heeft zijn bijnaam gekregen omdat er natuurlijk haaien op de schoen staan. En waarom staan hier eigenlijk haaien op in plaats van een gewoon Nike logo? Dat komt omdat deze schoen in samenwerking is gemaakt met de skater Oski. Maar waarom heeft hij nu voor de haai gekozen? Oski die is eigenlijk altijd al geïntimideerd geweest door haaien. Ik vind haaien zelf ook erg mooie dieren. Maar hij was er zo door geïntimideerd. Omdat ze zo brutaal zijn en zo snel kunnen bewegen. Ondanks hun superzwaar gewicht. En dan gaan we nu zoals altijd de schoenen van naderbij bekijken. Mijn video over de Nike SB High X Oski. Hopelijk vond je hem leuk. Zo ja, klik dan zeker even op dat blauw duimpje omhoog. Laten we gaan voor de 20 likes. Het is minder, maar het is omdat we misschien dan te hoog gaan in likes. En dus daarom, nu is 20 likes. Hopelijk kunnen we dat halen. Het zou echt super vet zijn. Volg me zeker ook nog even op mijn social media. Die staat hieronder. Zo daarop komen allemaal leuke foto's en video's. En soms ook informatie over een extra video. Dat is ook altijd handig om te weten. Als ik deze video opneem, zitten we op 1186 abonnees. Ik ben echt zo blij dat we dit hebben behaald. En ik had hier eigenlijk echt nooit van kunnen dromen. Ik zou zeggen,
op naar de 1190. En vergeet niet bij 1300 abonnees is de video van de homework kit van IKEA. Wil je weten wat je hier allemaal voor moet doen? Ga dan zeker even naar mijn video van de Nike Slam Jam Meet Blazer 77. Die staat hierboven zo. Klik daar even op. Daaraan in het einde van die video leg ik alles uit wat je moet doen voor deze giveaway. En dan zeg ik zoals altijd, kijk eens liken en like eens subscriben. Ik zie jullie graag terug bij de volgende video. Peace out.